Het is 1-1 en dan is Nederland dus goed uit de kleedkamer gekomen. Iedereen heeft er zin in, iedereen heeft een goed gevoel. Kijk naar Daley Blind en kijk hoe Nederland uit de kleedkamer komt. Weer een bal van Daley Blind. En dan dit, Robben, de aanname. En dan zijn ze weggedraaid en Sergio Ramos is ook te laat. En het is 2-1. We spelen 53 minuten en kijk naar die uitbarsting. Het is ongelooflijk. Ook nu weer bij het kijken van dit soort beelden krijg je kippenvel. Het Nederlands elftal 1-0 achter en dan 1-1 vlak voor rust en 2-1 voor. Wat is er nog te verwachten van het Spaanse elftal? Een kopstoot. Is gewoon een kopstoot. Ja, zit de scheidsrechter, ik heb het gezien. Ik heb het echt gezien. Maar als je ziet dat er een kopstoot wordt gegeven, ja, wat is er dan voor straf? Toch meer dan dit. Maar Nederland gaat verder. Spanje heeft het moeilijk, maar Nederland maakt het goed af. En dit, knal, geweldige aanval. Jan had mee naar voren getrokken, Robben mee en Van Persie op de lat. Ei, ei. Het is nog maar 2-1. Het is nog maar broos. Dan dit, de corner. Corner die voorkomt. Van Persie in het duel met Casillas. Raakt hem niet aan. En dan bij de tweede paal is het de Vrij die hem erin tikt. Iedereen kijkt. Wat is er aan de hand? Casillas denkt constant dat hij wordt benadeeld. En dit is de vreugde op de bank. Het is 3-1 tegen de wereldkampioen. Wat is dit voor een avond? De Vrij. Wie had het ooit kunnen denken? Scoort tegen de wereldkampioen op de openingswedstrijd van het WK 2014. En Casillas zegt, ja, ik kan er niks aan doen. Man, je kan aan alles wat doen, lijkt het. Want het wordt nog veel erger voor de man die bij Real Madrid gepasseerd werd door Diego Lopez. Dit is nog een actie. Er wordt al gevlacht en gefloten. Silva staat buiten. Uit het spel. Goed gezien door de grensrechter aan de andere kant. Dan Van Persie weer. Van Persie met de actie. Het goede schot, vlammende schot. In de rebound kan er niets uit worden gehaald. Het is nog steeds 3-1. Kan Spanje dan wat? Ja, blunderen. Kijk maar. Casillas. Dag Casillas. En hier is Van Persie. Poing, 4-1. Je kijkt elkaar aan en je denkt, wat is dit voor avond? Beseffen het allemaal wel goed wat er gebeurt. 4-1 voor Nederland. Casillas geslagen. Sergio Ramos zegt, je kan er niks aan doen. Nou, ik denk dat hij wat anders denkt. Het is 4-1 en kijk naar Van Persie, de captain. Hoehoe, wat een vreugde. 2 goals gescoord. En dan denkt Robben, ja, 2 keer gescoord. Dat is, ja, ik vind het wel leuk voor hem, maar dat wil ik eigenlijk ook wel. Maar kan hij dat? Is hij sneller hier dan Sergio Ramos? Hij is sneller. Sergio Ramos wordt eruit gelopen. Die kijkt en wijst naar Casillas. Casillas denkt, ik ga erbij liggen. Hartstikke handig. En Robben wacht en bang, 5-1. Het is onvoorstelbaar. Het is een avond om nooit te vergeten. Later zeg je tegen je kleinkinderen, waar waren we toen Nederland van de wereldkampioen won met 5-1? Dit is de vreugde. Het is onvoorstelbaar.